Een restaurant met eten van wel een bepaald niveau en het drinken ook, maar zonder dat in een ongedwongen sfeer. Dus eigenlijk waar dat je gewoon kunt komen zitten met je vrienden en heel de namiddag kunt blijven plakken en pintjes kunt komen drinken, maar ook heel lekker kunt eten. Als ik dat over mijn eigen eten mag zeggen. Wat staat er dan zoal op de kaart? De kaart is heel seizoensgebonden. Het zijn kleinere gerechten, grote gerechten. Je kunt alles delen, maar je kunt even ook een voorgerecht of hoofdgerecht bestellen. Zowel vlees, vis als vegetarische dingen, omdat ik geen onderscheid zie in die dingen, in de drie. Er staan kwartels op het menu, er staat tarbot op het menu. Maar even gewoon rode bieten met karnemelk, ijs en dat soort dingen. Er zit ook geen vast stramien in. Hè? Als ik een hoofdgerecht als voorgerecht wil bestellen bijvoorbeeld, dat kan ook. Zeker. Omdat ik daarvan af wil stappen, omdat eten is iets dat plezant moet zijn en dat niet met regels verbonden moet zijn, vind ik persoonlijk. Dus ja, vind ik dat je inderdaad na je hoofdgerecht nog een voorgerecht zou kunnen bestellen. Of alleen een hoofdgerecht, of zelfs als je alleen een dessert wilt komen eten, mag dat. Je bent nog jong en toch heb je al heel wat ervaring, zelfs sterrenervaring. Ja, chance gehad dat ik stage heb gedaan in een sterrenrestaurant en daar mocht blijven werken. En dan gaat de bal snel aan het rollen, denk ik. Als je zelf gemotiveerd en hard werkt, dan komt dat er wel. Dat is niet dat mensen zeggen, zo eigenlijk getalenteerd of dingen, dan denk ik, dat is niet waar. Ik heb gewoon hard gewerkt en laten zien dat ik iets wou bereiken. En dan geven ze je wel kansen, omdat je zelf laat zien van ik wil hard werken en hiervoor gaan. Dus ja, begonnen in Doom. En dan, toen hij ermee stopte, naar het buitenland gaan, naar Frankrijk. Teruggekomen voor de nieuwe Doom, mee opgestart. 2 jaar gewerkt en dan naar het buitenland vertrokken, naar Londen. En nu terug in je eigen stad, hè, want je hebt hier een enorme binding met de Sint-Paulusplaats. Ja, ook altijd gezegd dat ik in deze buurt iets zou doen, als ik zelf iets zou doen. Of gewoon wonen. Ik heb hier ook gewoond, 4 jaar, in dit pand. En als kind in de Sint-Paulusstraat gewoond. Dus blij dat ik terug hier ben. Ik hou van het ruige, volkse, niet blasé van deze côté van Antwerpen. Dat is dan ook een beetje dat we in de keuken moeten terugvinden. Ja, niet te veel gedoe. Eerlijk eten en een eerlijke attitude is wat ik wil bereiken of zo. Een van je specialiteiten zijn pâtés, geloof ik, hè? Onder andere en alles zo bloedworst en dat soort dingen. Alles. Ik hou heel hard van mijn vleeswerken. Dat is ook wel iets dat ik heb meegekregen in de tijd in Doom. Is dat begonnen. En dan zelf mee beginnen experimenteren. Maar dat is gewoon iets waar je zo, zonder recepten echt te moeten volgen, je kunt daar heel hard mee spelen. Ik vind dat heel plezant. Ik eet ook wel heel graag vlees, ondanks dat het eigenlijk niet echt verantwoord is. Maar dan denk ik liever af en toe correct vlees eten dan dat mensen in de supermarkt slechte paté zouden kopen.